Vanaf 1 oktober start er een landelijke week, de Week van de Eenzaamheid. Er gaat veel campagne gevoerd worden, met als campagnetitel 1 tegen eenzaamheid. Zo ook in Castricum. Eenzaamheid is een groot probleem en dat is het onderwerp wat ik zo ga bespreken met de wethouder, de heer Binnendijk en Kim Stolk. Ja, eenzaamheid kent eigenlijk vele facetten en komt eigenlijk ook in alle fases van het leven voor. Je kan het zijn als jongere, daarom zitten we ook met jou, kan het er gebeuren als je gepest wordt op school of op een andere manier net niet de aansluiting weet te vinden. Maar het kan ook zijn die alleenstaande moeder met 2 kinderen die daar de hele dag mee bezig is, maar een heel klein sociaal netwerk misschien heeft. Eenzaamheid kan ook komen door armoede, doordat je niet mee kan doen. En het komt ook voor, zoals we wel weten, onder ouderen in onze gemeente. Kim, jij zit hierbij om dus iets te vertellen over eenzaamheid, over jongeren. Waarom specifiek de jongeren? Nou, het is vaak nogal een verrassing voor mensen, want zoals werd daar ook al aangaf, vaak is het bekend bij ouderen dat er eenzaamheid speelt, omdat inderdaad partners wegvallen of echt last van ouderdomskwaaltjes, worden minder mobiel. Dat is allemaal bekend. Maar het blijkt dus ook bij het recent onderzoek dat het ontzettend veel bij jongeren voorkomt en zelfs al bij kinderen. En dat is eigenlijk nog best wel lastig, er is weinig over bekend. En jongeren die voelen zich eenzaam of alleen, weten ook niet waar het dan door komt. Dus ja, als je ook niet weet waar het door komt, ga er dan maar eens wat aan doen. En wat we ook zien is eigenlijk, ze hebben eigenlijk een breed netwerk. Ze gaan vaak naar school, ze zitten op een sport. Social media is het allemaal zoveel mogelijk likes op Instagram, zoveel mogelijk vrienden op Facebook. Maar daardoor blijkt eigenlijk dat ze een ander beeld van zichzelf schetsen. En dat echt een goede vriendschap, dat is er bijna niet meer. Dus eigenlijk missen die jongeren iemand waarmee ze alles kunnen delen. En voelen ze zich toch heel eenzaam. Ik probeer het altijd voor durf eerlijk te zijn over eenzaamheid. In die eerlijkheid, dat betekent niet alleen eerlijkheid van die persoon zelf, maar vaker eerlijkheid in de omgeving. Durf het aan te kijken. Hè, als die buurvrouw of die buurman de deur niet meer open doet en je denkt na een paar dagen, is er wat aan de hand? Denk daar eens wat eerder aan. Zou dat misschien een oorzaak zijn? We zijn nu ook aan het kijken van, goh, wat kunnen we voor een jongere doelgroep doen? Onder andere hebben we als punt dat we eenzaamheid sowieso meer op de kaart moeten zetten. Inderdaad, breng het onder de aandacht en maak het bespreekbaar. Nou, hiervoor hebben we presentaties al voor groep 7 en 8 over het onderwerp eenzaamheid. Om kinderen dus eigenlijk al zichtbaar te maken, wat is dat nou? Want het is een ontzettend abstract begrip. En dan praten we vooral over alleen zijn. Wanneer voel je je alleen? Is het raar om je alleen te voelen? En ook al bij de kinderen te zeggen, wat kan je er tegen doen? Dus wees een beetje lief voor elkaar. En we hebben ook een jongerencentrum, dat is Discovery. En daarin vragen we eigenlijk om alle jongeren ook zich te verzamelen. Nou, dan kun je lekker komen chillen, maar dan kun je ook zeker eens aangeven dat als het ook niet zo lekker in je vel gaat, dan zijn we er voor je. En daar organiseren we ook vele projecten voor jongeren. We zijn ook bezig om een bijeenkomst te organiseren voor jongeren die het ook lastig vinden om sociaal contact te leggen, maar daar wel behoefte aan hebben. Met ook onze achterliggende gedachten van, dit zijn misschien jongeren die eenzaam zijn. De Week van de Eenzaamheid is van 1 tot 8 oktober. En we beginnen eigenlijk hier met een hele grote startconferentie op 3 oktober. Daarvoor is ook iedereen uitgenodigd. We hebben de grootste zaal die we hier hebben kunnen vinden, hebben we beschikbaar, Geesterhagen. En op dat startmoment zullen we een paar dingen doen met elkaar. Dat is met elkaar het gesprek aangaan over eenzaamheid. De ambassadeurs worden gepresenteerd. Dus dan staan ze in het volle licht. Wat natuurlijk heel belangrijk is. Want het doel van het ambassadeur zijn is niet per se een ervaringsdeskundige zijn. Maar wel inderdaad het bespreekbaar maken. Het signaleren en ook de mensen weer verbinden met elkaar. Of met alle projecten die er al zijn en die al worden georganiseerd. Dan wil ik jullie bedanken voor dit gesprek. Het is een belangrijk onderwerp en jullie hebben er veel over gezegd. Ik hoop dat de bewoners van Castricum die hier onder te lijden hebben, hier iets aan zullen hebben. En veel succes in de actieweek.